Klaas Nunninga, die hebben we wel gesproken. Ja. En dit is het verhaal van Klaas Nunninga over Cruijff en ook deze foto. Wat zo mooi is aan Johan, en dat zijn er maar heel weinig voetballers in de wereld, dat hij eigenlijk andere spelers beter maakte. Ja, Johan en ik, na een overwinning, dat zie je ook, de blijheid die hij uitstraalt. Ja, Johan kon echt blij zijn als hij een goal maakte. Als je zijn parade dan volgt, dan uitte hij dat op een geweldige wijze altijd zo, weet je wel. Prachtig. En Johan wist ook precies zijn zwaktes en zijn sterktes. Maar hij zei gewoon tegen mij, Klaas, van het spelletje weet ik alles. En daar waren we ook van overtuigd. Want toen hij 17, 18 was, dan wist hij ons al af en toe te zeggen hoe we tactisch, zeg maar, beter konden doen dan dat we deden. Nou, dat is Johan. Die foto van Paul Huft, dan waren we op de training. En dan werd gewoon in één kleedkamer. Paul Huft kwam en moest even een foto gemaakt worden. En die zei hoe je moest staan. Nou, dat deden we dan. En gewoon in trainingstenue. Ja, het is veel te vroeg. Ik wil maar zeggen, hij heeft natuurlijk een fantastisch leven gehad, Johan. Maar ik vind 68, vind ik absoluut te vroeg. Hij heeft op zoveel fronten heeft hij gewonnen, maar nou niet. En dat is pijnlijk.